Oh my god, dit meen je toch echt niet? Ik heb geen Fortnite account gekocht. Oh my god, dit account is zo OG van mij. What the fuck? Dit is echt niet normaal. It's black and white. Hey, jij hebt op deze video geklikt. Dankjewel daarvoor ten eerste. Maar jongens, wat ik niet begrijp is, waarom is dat helemaal in als je een account koopt, vervolgens laat zien wat je op dat account hebt en vervolgens er niks meer mee doet? Voor echt maar een paar euro's of zo, voor 3 euro. Dat blijkt heel veel views te trekken. En daarom jongens, heb ik geen account gekocht. Oké, jongens, zoals je kan zien, ik speel gewoon lekker op mijn eigen account. Dit zijn lekker mijn skins. Ik heb niks gekocht. Ik heb, ja, zoals je kan zien, niks gekocht. Dit is lekker een OG accountje die ik al heel lang heb. Waar ik al heel lang Fortnite op speel. Dit zijn dus mijn skins. Dit zijn dus mijn backblinks die ik allemaal heb. En ik heb een favoriete, dat is die zwaadje. Die ga ik ook even aanzetten. Dit zijn al mijn pickaxes die ik heb. Dit zijn alle kleiders die ik heb. En ja, jongens. That's it. Dan springen we nu nog even een potje in. Let's get it. Oké, jongens, there we go. Met mijn eigen OG-account spelen. Wow, wat leuk. Maar jongens, wat ik dus niet begrijp is waarom mensen een account kopen. Een OG Fortnite-account met allemaal skins en wat dan ook. Dat waarschijnlijk allemaal gehackt zijn, die accounts. Dat zijn letterlijk echte accounts wat voor mensen zijn geweest. Die dan gewoon letterlijk gehackt zijn en worden verkocht voor 3 euro. Want je gaat mij niet vertellen, als jij de rare skins in heel Fortnite hebt, dat je die gaat verkopen voor 3 euro. Dat klopt helemaal voor geen pannenkoek van. Maar in dat geval, we zitten nu in nog een lekker potje. We zijn in Pleasant Park geland. Dit moet te doen zijn. Ik heb nog wel even een betere shotgun zoals nodig. Laat ik sneeuwpopjes meenemen. Kom maar, kom maar. Kom happy. Hier. Op je freaking muil, gast. Waar de fuck zit hij? Op je muil! Hij zou echt balen nu. Hij is nu echt aan het balen. Van hoe de frick had ik hem daar niet. Maar jongens, kunnen jullie mij anders even vertellen? In de comments. Laat maar even in de comment achter of zo. Waarom is het zo populair op YouTube? Waarom is het zo populair als mensen een account kopen en dat online gooien op YouTube? Ik vind het niet zo speciaal eigenlijk. Want eigenlijk zijn het gewoon gehackte accounts die van mensen waren. En die worden gewoon letterlijk verkocht voor 3 euro. Nou, daar gaat je OG-account dan. Ik wil eigenlijk een beetje afwachten op de seizoen, maar ik heb het gevoel dat die... Jullie hoorden die ballon ook knap, hè? Ja. Oh, daar is die. bent gepakt daar, Nivo. Oh. Ja. Ah, ja, gelukkig. Grap hem, grap hem. Hij is low. Ja, fuck it. Oh, get neukt. Nee, ik moet helemaal weer naar boven bouwen. Kak. Wat doe ik weg? Sniper doe ik wel weg. Ik moet die kant op. Kijk, waarom ik die sniper weg doe? Want ik heb hier ook nog bandjes voor nodig om heel aan te komen daar. Oh, ik red het wel. Shit. Kut, ik had die sniper niet weg moeten doen. Oh my god, jongens. Ik vind dit potje... Ik weet niet. Ik kom heel weinig mensen tegen. En als ik mensen tegenkom, dan zijn het echt weer van die tricky fights. Gelukkig heb ik nu wel weer wat mats. Ik ga naar hun toe. Kijken of ik daar misschien iemand kan pakken. Kan cleanen nog even. Jij bent zo hard gepakt. Jij bent niet normaal hard gepakt, jongen. Woe! Ik ga je weg. Oh my god, je bent zo'n... Waar de frick? Ook gepakt. Ik zie geen flikker nu. Ik heb nog gewoon... Nee! Kerel, dit bedoel ik nou. Ik zie geen flikker meer. Ja, holy shit. Deze guy heeft ook 12 kills. Kijk, hoe kom jij dan wel zoveel kills? Ik snap het niet. Hé, jammer weer. Fuck, het was wel echt een... Ik heb wel echt goede kills gemaakt, though. Daar niet van. Maar jongens, vonden jullie alsnog deze video leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer even, want jongens, holy shit. FNL gang. Gaat goed, jongens, de laatste tijd. Echt de support van jullie. Insane voor woorden, dus... Kunnen we deze video ook nog even 140 likes aantikken, jongens. Het zou echt super dope zijn. De laatste tijd gaan de likes insane goed. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Ik snap er geen poep van. Deze hele video is een beetje raar. Maar bedankt voor het kijken naar deze video. Ik snap nog steeds alleen niet waarom mensen Fortnite-accounts kopen en dat op YouTube gooien. En dat het zo helemaal ontploft gewoon. Als iemand mij dat even kan uitleggen in de comments, zou super tof zijn. Maar jongens, dat check ik jullie in de volgende video /live. Later!